Detlef, ja. Het genieten houdt niet op, want je bent wederom genomineerd tot beste coach. Ja, dat is altijd leuk natuurlijk. Het is leuk om hier te zijn tussen de andere genomineerden. Nu zelf voor de prijs coach liep er niet zoveel van wakker. Ik denk dat de spelers en de speelsters wel ergere zorgen aan hun hoofd hebben dan wij. Bedenk jij dat, word jij uit of toch een van je twee collega's? Ik denk dat de zaak rond is voor Chris. En ik denk dat Eddie en ik erachter lopen. Ja, dan gaan we rechtstreeks over naar de scheidsrechters. Want ja, het zijn ook drie andere personen. Maar ja, drie andere types, zal ik zeggen. En ze hebben ook top en minder wedstrijden gefloten. Dus ja, wie wordt daar de beste? Ja, dat is een beetje koffiedik kijken. Het zijn drie goeie. Heel goed. Het zijn de drie beste dan, zal ik zeggen. En wie heeft de meeste stemmen gekregen? Dat weet ik niet. Maar het zou maar eens best een vrouw kunnen zijn. Hè. Vrouwen krijgen altijd veel stemmen, zeker. Hè? Ja. Ja, dan gaan we over naar de vrouwen natuurlijk. Ja. Daar ook drie topdames. Hebben met jou het WK mee mogen spelen. Wie van de drie vond jij daar op het WK en op heel de competitie de beste? Ik kon het gewoon voor mij gemakkelijk nemen en ineens over het jaar nemen waar de uitreiking over gaat. Dan denk ik niet dat Patty deze keer de hoofdprijs gaat halen. En ik moet natuurlijk niet vertellen dat het drie topvrouwen zijn. Ik vermoed dat het tussen Nikki en Chiara gaat. En dan, als ik mijn persoonlijke voorkeur mag geven, dan gaat hij naar Nikki. Omdat ik vind dat Nikki al langere tijd dit heel hoog niveau heeft. En ook vorig jaar heel kort was. En Chiara heeft hem lekker bijgebeend. En ik denk dat het een mooi duel gaat worden de volgende jaren. Maar als ik dan ook alles samen tel en ook het WK erbij, dan denk ik Nikki. Ja. Dan gaan we over naar de drie musketiers, vrienden op en naast het veld. Het zijn drie aparte heren, maar wel een topduo om in je team te hebben. Ja, dat zal wel zijn. Hè. Drie toppers. Net zoals bij de vrouwen. Hè. Ik denk dat elke coach die drie vrouwen in zijn team wil. En ook elke coach zal die drie mannen wel in zijn team willen. Ook een moeilijke. Hè. Ik vermoed dat het tussen de twee Boekenbergers zal gaan nu. Ik denk dat David erachter gaat komen. Ook wat minder in de picture kunnen spelen. Dan denk ik dat Nick Janssens de hoofdprijs gaat wegkapen.